Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Far Cry 4 aflevering hier op Mike en Jarask Gaming. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, dus ik hoop dat deze aflevering weer lekker veel kunnen doen. Hier zitten tijgers in gevangenschap, maar en we gaan weer door met de volgende missie. Zitten jullie nou elkaar te rammen? Ik hoorde al zoiets. Nou kom op jongens, kom op. Kom op, fight! Wow, wow, oh wat, oh, 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 oh. Oh, Johnny, die deed pijn, jongen. Die was hard. Anyway, volgens mij, want we hebben in de vorige aflevering natuurlijk de arena overleefd. Volgens mij kunnen we bij dit wijf. Hier kunnen we weer de arena starten bij deze mevrouw. Dus als we weer een keertje zin hebben, dan kunnen we nog een keer proberen te overleven. Bij jou kan ik dood alle heroïne, doodgeslagen Aziatische wilde wolven. Nou ja, leuk voor jou. En wacht, ik ga even de kaart openen. Dan kunnen we even kijken wat we kunnen gaan doen. We kunnen weer naar de Griekse ei toe. Weer naar die vage mannetjes. Of kunnen we nog iets doen? En dan kunnen we weer helemaal naar de L toe. Oké dan. Ik denk dat we deze missie gewoon weer terug gaan naar deze twee vage mannetjes. De vorige missie hebben zij natuurlijk mij in die arena gepropt. Dus we moeten ze nu gewoon weer even terugpakken. Dus ik ga daar in ieder geval naartoe. En dan komt het wel goed. We hebben al onze wapens toch nog? Ja, we hebben al onze wapens en shit nog. Oké dan. Ik kijk ook heel veel snel naar mijn voorwerpen maken. Want ik heb ja, nog steeds het varken nodig, man. Ik moet nog steeds varkens vinden. Hier hangt nog een poster aan de muur. Die trekken we er even af. Mijn poster. Wilde zwijnen. Jagen op zwijnen met pijlen en korte pijlen. Oké, wacht. Dan ga ik even kijken. Jagen op zwijnen. Hebben wij nog zwijnen nodig? Ja. Oké. Dan ga ik gewoon deze missie starten. Want dan kunnen we meteen onze spuitendoos namelijk upgraden. Dus ik start deze gewoon. Oké, wat is er? Dan kunnen we ze meteen natuurlijk hun huiden pakken. Great man! Excellent! I meant mild boars, not wild boars. Hij snijdt wel lekker die vis, manieus. And never mind what I said about missing appendages, okay? Right. So you need me to hunt some bacon. That shouldn't be a problem. You'll be fine. Won't even need a gun. There's a bow in the shack out back. Take that. The boars are lounging near the lake. I'll show you on your map. Okay, great. Anything else I need to know? Try and get enough to fill up our fridge. We haven't had meat in weeks. And watch your doors. And if you have to pee, don't do it near the boars. Okay, dan. Hey, jongen, ik kom zo meteen terug met 10 zwijnen. Of varkens. Ik weet nog niet wat die nodig hè. Zullen we even zwemmen? Fuck it. YOLO. Woohoo! Plons. Zit er een vis hier, oh? Ik ben altijd bang als ik het water inspring dat er in één keer een krokodil of zo ligt, man. En ik denk dat jij dood bent. Ik denk dat hij naar beneden is geflikkerd. Hier, oh. Van boven die cliff is hij denk ik naar beneden geflikkerd. Nou ja, lekker. We moeten in ieder geval eventjes hier naartoe natuurlijk. We moeten hier naartoe. Alsjeblieft, laat er geen krokodil of zo in zitten. Want dan schrik ik me helemaal kapot namelijk. Oké, dankjewel. En dan gaan we wilde zwijnen pakken. Ik heb zelf ook al een boog. Maar we moeten misschien wel zijn boog gebruiken. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar we rennen er wel van naartoe, dan komen we er snel genoeg achter natuurlijk. Hoppatee, hier zijn we. Kiek eens aan. Tada, tegen de muur aan. Zo. Is dit die boerderij? Dit is die boerderij, die zijn we al een keer geweest. Moet ik serieus deze kutboog gebruiken? Yeah, lekker man. Lekker man. Ik moet even kijken, want ik heb 8 upgraden. Een deels leeggelopen levensbalk wordt veel sneller aangevuld. Nou, geef maar. We moeten even wat shit kopen namelijk van die punten. Want anders hebben we er toch niks aan als we het halen. Even kijken hoor. Maak een spuit waarmee je sneller kunt rennen en zwemmen. Nee, dat heb ik niet echt nodig. Fysieke, nee, die heb ik ook niet nodig. Ik maak die dingen eigenlijk nooit, man. Ik vind het niet echt nodig om al die shit te maken. Kunnen we wel gaan doen hoor, kunnen we wel gaan doen. Nee. Nee. Nou, doe maar, want dan kunnen we meteen namelijk even deze upgraden. Dit is druk op vierkantje. Nou ja, die kopen we wel gewoon. Dan kunnen we sprinten en reloaden tegelijk. Dat is natuurlijk wat chill. Druk op L2. Sneller en... Oké.
ik vind het goed, joh. En dan zijn mijn punten weer op. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat ik upgrade. We hebben toch genoeg punten om zo meteen alles te kunnen upgraden. Maar, oké, hier gaan we. Kom erop. Jaag op zwijnen met pijlen of korte pijlen om het vlees te verzamelen. Heb ik nou eigenlijk... Kut, volgens mij heb ik nu zijn boog in, man. Nou, fuck it, dan doen we het wel met zijn boog. Dan is die vet ook weer blij. Dat we zijn boog hebben gebruikt. Dan wordt hij namelijk ook nog een keertje goed gebruikt namelijk. Want hij kan natuurlijk zelf niet goed schieten. Daarom moeten wij het nu voor hem doen. Oh, daar loopt er al een hoor. Hallo jongens. Oh. Oeh, er staat ook een... ja, dat is niet zo handig. Ik heb bij de way mijn eigen pijlenboog. Dus dat is beter. Dat is één. Oeh, daar staat er... Oké, die vallen je aan hoor, die beesten. Dus daar moet ik wel goed voor oppassen. Maar in ieder geval deze down. Vlees verzameld. Moeten er 3 in totaal verzamelen. Maar ik hoop niet dat die beesten die dingen me gaan aanvallen. Het zijn halve dinosaurussen, man. Ik ben alleen hun naam eventjes kwijt, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Oh, die was prachtig. Prachtig schot. Nice. Oké, dat is nummer 2. Zo. Hoppatee. En dan nog nummer 3. Pakken. En de grote vraag is waar. Daar loopt zo'n neushoorn. Ah, ik weet het weer. Neushoorn, hoe kan ik dat nou weer vergeten? Ik hoop niet dat die me gaan aanvallen. Want die dingen die zijn wel een beetje agressief natuurlijk. Een beetje agressief. Een beetje boel agressief kan je beter zeggen. Nee, alles goed jongen. Ga je me nou serieus aanvallen? Ja, nu ren je weg hè, pussy. Loop het water in dan. Die voor je. Oh! Kan je alsjeblieft even weggaan? Ga eens daar naartoe. Ja, daar... Nee, nee, nee. Nee. Foei. Niet doen. Niet doen. Ik loop al weg. Ik loop al weg. Niks aan de hand. Ik ga godverdomme gewoon... Ik ga hem killen ook. Ik ga hem killen ook. Oké, dat was misschien niet zo handig van me. Oké, we hebben hem. Die beesten zijn echt heel sterk. Holy shit. Waar is mijn... Ah, fuck, mijn varken ligt onder water volgens mij. Oké, jou hebben we in ieder geval. Beetje op een moeilijke manier, maar we hebben hem. Oké, en dan ligt hier... Ligt mijn fucking ding onder water. Nou, dan filmen we hem wel onder water, joh. Maakt ook niet uit. Oké, dat was hem. Ik moet er nog even ook eentje pakken voor mezelf, man. Ik weet niet of er nog eentje rondrent. Maar wacht, voorwerpen maken. We maken gewoon dit ding. Zo. Oh, kijk, we kunnen meteen nog een keer upgraden. Want we hebben ook al Tibaanse wolfhuiden. Nice. Oké, en dan hebben we meteen 2 keer kunnen upgraden. Wat wil je nog meer? Oké dan. Nee, jongens. Het was een fucking grap, jongen. Ik ga het water in. Kom hier maar. Ja, dat durven jullie niet, hè, pussies. Oh, shit. Ik word ook aangevallen door andere dingen. Oh, nee, nee. Niet de kutvissen. Ik haat die fucking vissen. Oh, ik ben nu omsingeld door fucking wolven en door vissen. Oh, dit gaat niet goed komen. Kom maar. Oh, die andere rent. Nee, 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 nee. Hey, fuck off hoor. Ik zweer het je, fuck off. Ik wil mijn wolven verzamelen, man. Oh, die beesten zijn zo mongolisch, hè. Woe, is dit een wildzwijn of niet? Of is dit gewoon een varken? Ja, varkens zien er anders uit, maar... Dit is een... Ja, ook een wildzwijn, fuck. Die wolvenhuiden kan ik denk ik niet verzamelen, jongens. Die vissen die zwemmen er ook lekker. Kutvissen. Weet je, ik stap wel gewoon mijn bootje in. En dan hoop ik dat hij het water weer gewoon in kan. En dan gaan we gewoon weer terug. Nee, nee, nee. Kijk uit voor die... Niet eronder. Niet eronder, want die vissen komen. Oké. Oh, we gaan hier weg, man. Want ik vertrouw dit echt voor geen ene zak. Hier lopen nog meer wolven daar, hoor. Oké. Tot de volgende keer maar weer. Was leuk jullie allemaal gezien te hebben. Maar eigenlijk, eigenlijk niet. Oké, we zijn weg hier, man. Zo, die knetter. Hè? Was niet helemaal de bedoeling, maar
Nou, dat zeg ik elke keer als we een missie proberen te voltooien, dat niks de bedoeling is. Maar het is ook nog echt zo ook. Niks is de bedoeling wat we allemaal doen, alleen... Het gebeurt wel de hele tijd. Oké, we kunnen het vlees in de koelkast doen. Zo, alsjeblieft. Maar hier is die boerderijachtige geval, dus ik weet niet of hier nou nog normale varkens lopen. Want we hebben ook normale varkens nodig namelijk. Tuk tuk, nice. Wacht even kijken hoor. Watch out. Wow, wow. Moet die op mij schieten, Mongolen. Even kijken, man. Nou, ik zie niks. Oké. Oké, dan niet, hè. Dan niet. We hebben meteen weer één puntje erbij om vaardigheden up te graden. Maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Wild zwijn. Nou, dan gaan we maar naar de E2. Dus we hebben nu ook weer wat dingen kunnen upgraden. Wilde wolf. Sambar. Hebben we nog iets daarvoor nodig? Ja, wat is een asamakaak? Ik weet echt niet wat een asamakaak of zo is, man. Asamakaak. Maar echt een vaag beest. Asamakaak! Klinkt ook gewoon niet. Is het überhaupt wel een beest, of niet? Ja. Weet je, daar komen we vanzelf van achter, joh. Hé, hey, alles goed, jongen. Kom dan. Bam! Bam! Kut voor je, hè? Had je maar niet moeten... Oh yeah! Oh yeah! Kut, tuk, tuk! Zo, ik wil wel een shot kunnen alsjeblieft weer terug. Zo. Oké, het was leuk even geschoten hebben met de RPG, maar we gaan weer verder. Je hebt niks aan zo'n RPG, man. Je kan altijd drie keer mee en je bent out of ammo. Dat heb je natuurlijk ook geen in de zak aan, hè? Oké, we moeten 700 meter naar onze bestemming toe. En dan kunnen we weer verder gaan. Dan gaan we eventjes die mensen die in mijn huis zitten eventjes irriteren. Want ze zitten in mijn godganse kuthuis. Ze gaan eraan, jongen. Hallo. Die horen bij me. Deze horen niet bij me. Hallo jongens, mispoes. Volgende keer beter, man. Kom achter me aan dan, poesies. Ze komen nog achter me aan ook. Oh, oh shit, ze komen nog echt achter me aan ook. Oké, dan gaan we schieten. Wauw. Kut, man, dit is moeilijk. Eén, hoor. Holy shit. Oh, ik heb er één geraakt. Ik hoorde het, ik hoorde het, ik hoorde het. Oh, fuck, ik ga nog dood ook. Weet je, ik ga... Wacht, trek je even je duim goed in de kom. Oké, spring er vanaf. Ik had zien één kogel, alle drie. Volgens mij. Wow. Ja, dus zo doe je dat. Tada. Lekker makkelijk zo. Even die kogel uit mijn arm halen. Is niet zo lekker natuurlijk. Oké dan. Kijk uit voor de auto, jongens. Yo, goed zo. Doei. Oké, let's go. We gaan weer verder. Merp, merp. Shotgun is echt awesome. Zo, de knetter. En jullie horen ook niet bij me. Oh jawel, dat zijn gewoon normale mensen. Er leven ook nog normale mensen in dit gebied. Ik weet niet of je ze echt normaal kan noemen, maar ongeveer normaal dan. Hé, hey, die horen niet bij me. Oké, wacht, richt naar de schat. Ga eens uit die auto. Zo, dit wapen is sterk, man. Volgens mij heb ik ze alweer. We zijn lekker bezig hier, hoor, joh. Oh, zo dat takje in je arm, lekker. We zijn echt lekker bezig hier, hoor. Hallo jongens, rij maar gewoon door, niks aan de hand hier. Kijk uit voor mijn auto, goed zo. Schatje pakken. Schatje, van mij. Oh, komen er nou nog meer aan? Oh, godverdomme jongens. Jammer hè? Nu ben je dood. Oh, je springt er nog uit ook. Ik ga even kijken of hier in de buurt, want we hebben nu toch die auto, of hier in de buurt een vrijgespeelde... Nou, dan moet ik helemaal daarheen rijden. Daar heb ik geen zin in. Fuck deze auto. We nemen wel gewoon mee, man, deze auto. Dan gaan we gewoon naar onze missie toe in deze vrachtwagen. We moeten hem eigenlijk afleveren, dat weet ik. Maar daar heb ik geen zin in, want dat is zoals je kan zien 600 meter. Nou, ik dacht het even niet, hè. Ik dacht het even niet. We gaan gewoon naar onze plaats van bestemming toe. Moeten we hier volgens mij het zij... Ja, hier moeten we het zijweggetje op. Wacht. Aan de kant. Zo. Zo doen wij dat. Komen ze nou weer achter me aan, jongens. Rot op. Gewoon even naar mijn eigen woning toe.
Oh, maar dit is dat kutweggetje. Oh, dan hoop ik niet dat ik naar beneden flikker met deze fucking vrachtwagen. Zo. Ik kan helemaal niks zien hier, hoor. Zo. Ik denk dat ik vast zit. Weet je, ga er maar uit. Val niet van de berg af als je eruit stapt. Thanks. Volgens mij zit ik vast namelijk. Ja, ik zit in een... Oké, ik zit in een boom. Oké. Ik snap hem al. Ja, dan laten we hem lekker daar staan, joh. Hij staat goed daar. Je moet de koninklijke vrachtwagen afleveren. Pff, niks moet, maat. Dat is mijn eigen keuze. Oké. Kijken of die Mongolen nog in mijn huis zitten, want anders gaan ze eraan. Hey, retorts. Retorts, ik ben er weer. Poging nummer 2, hier gaan we. Still alive, shitbags. Hey, alles goed, jongens. Gaat hij zich verstoppen in de kist? He made trouble. And it's Yogi, you cunt. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. We're trapped in this bloody country. Like you, or I can nick your passport and they're getting us to fuck over folks. Like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, right, cows. Oh, so many cows. Did you hear there's 10 million hits on YouTube so far? Really? Yeah, it was... Okay, look. We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. Technically bet against him. I was trying to cover the spread, my own. Gewoon in zijn been. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Ja, geef maar van mij. Which I'm more than willing to split with you, 60-40. Nee, 100. 40-60. 100. 37. 100. Right, just take the whole lot. You dankjewel. It. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, very impressed. With his tackle? With his fighting, he was very gladiator. I would say more 300. I want you to go. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke? Lee. Nee. Right. Just give us a second to pack. Yeah. We nesters. It's a bit of a mess. Nee, je meent het. But first... Wat een retard is die gozer. Wat een mannetjes, hoor. Ze hebben een wapen op hun kop zitten en ze gaan nog even smoken. Nou ja. Dat kan. So what used to be here? One of those thinkers? Yes, clever clocks. What happened to it? Now that is a story worth telling. No, yeah. Come on. Drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru whose supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat. And yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kairat. What the money? Even zonder grap, man. The short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a story place. And when he was there, he nipped a few butts. This was all made possible through a mystical tanker that hung on this very wall. For my dus. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from right, here. Right, a cave with a scary door. Right, really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know. Ze willen me gewoon weghebben. Kijk maar, ze duwen me naar buiten. Zie, ze duwen me gewoon mijn eigen huis uit. Dus als die grot niet bestaat, joh, als die grot niet bestaat, hè? Huh? Ga eraan. Mogol. Zo, nu moet ze er even achteraan. Nou, eigenlijk kan ik beter zeggen, stoners. Zo, oké. Ik hoor allemaal mensen schieten hier, hoor.
Wat is er gebeurd met mijn wapen? Oh ja, wacht, ik mag niet schieten hier. Dat is mijn eigen huis. Oké, aan boord. En dan gaan we vliegen. Woep woep. Mijn wapen is bukt, man. Kijk maar. ik heb drie armen, man. Daar is mijn rechterarm, daar is mijn middenarm en daar is mijn linkerarm. Of ik heb hem vast met iets aan. Ja. Ja. Laat me zitten. Ik zei niks. Oké. Nee, ik ga mijn wingsuit niet gebruiken. Oké, we vliegen gewoon lekker door. Ik hoef niks te doen verder. En dan komen we uit bij de grot. En dan hoop ik dat het een echte grot is met mijn drie armen. En dan moeten we ook wel ergens uitkomen. En zo niet, dan vermoord ik die vinks nu sowieso. Ze hebben me al een paar keer naar de verkeerde plek gestuurd. Dus nog een keer, jongen, dan gaan ze eraan. Deze toren heb ik al vrijgespeeld. Zoals natuurlijk altijd, jongen. Moet even wat meer snelheid, man. Even wat meer snelheid, jongens. Kom op. Je ziet die rookpluimen. Die rookpluimen zijn natuurlijk wachtposten. Die kunnen we ook nog vrijspelen. Alles op zijn tijd. Meer snelheid. Dat dit ding het hout, jongen, met die stof. We kunnen gewoon landen op het topje van die berg, man. Daar recht voor ons. En dan komen we vanzelf wel uit bij de grot, denk ik. Hoeveel meter is het nog? 200. Oké, wacht. Dan moeten we even... We landen hier wel. Nee. Ga nog maar een stukje door. Stukje door. Wingsuit. En parachute. In de boom. Lekker slim. Oké, kijk eens aan. Perfecte landing, want we zijn meteen waar we... Althans. Wacht even, één moment. Eén moment. We zijn meteen waar we moeten zijn. Ja. Wat? Is dat tussen ze allemaal in? Is dat tussen al die hunters in? Dat is nou wat ik noem awesome! Holy shit! Zo doen wij dat. Nou, even allemaal beroven hier. Voordat we de grot in gaan, jongens, ga ik deze aflevering weer afsluiten. Volgende aflevering gaan we de grot in. Er zitten, zoals je kan zien, natuurlijk enemies. Want ik heb er nu 4 gekillt. Want ze hadden helemaal niet door dat ik van die berg af was gevallen. Zit er nou nog één? Oh, nee. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Vergeet me natuurlijk niet te liken voor meer. Morgen zijn we terug met de volgende aflevering. Hey! Dus ik zou zeggen... Ik zou zeggen, tot de volgende keer weer, mensen. Waar ligt die vogel? Oh, hier. Tot de volgende keer weer, mensen. Bye, bye.